Hoe is het voor u om hier te zijn op deze dag? Ik vind het ontroerend. Dit is de eerste keer dat ik hier met mijn broer en mijn schoonzusje kom. Ik vind het heel ontroerend. Heel mooi om te zien ook al die namen. Het is onvoorstelbaar. Ik ben dus een Polak en daar zijn er dus zoveel van. Dus we moeten even naar de juiste zoeken. Wat heeft uw familie meegemaakt in de oorlog? Nou, buiten mijn vader om is mijn hele familie vermoord. Dus alle tantes, ooms, oma's, opa, nichten, neven, noem maar op. Alles. Mijn vader is de enige overlevende. Ja, mijn familie van mij die is omgekomen. En mijn tante, mijn oom. En nog meer, ja, eigenlijk alle familie. Peter was dat zoontje, dat was het broertje van Ine. Ik denk het hier maar niet. Ja. Normaal gaan wij daar altijd naartoe en dat mag nu natuurlijk niet. En aangezien dit voor het eerst is nu op deze dag dat die namenmonument er is, dachten we, nou, mooie plek om familie hier te herdenken. Ja. Isaac is 77. En hoe is dat voor u om hier nu te zijn op deze dag? Dubbel. Maar wel fijn, want je hebt nu eindelijk toch een plekje voor je gevoel, althans, dat je toch een bloemetje kan doen, een steentje kan neerleggen. En dat vind ik wel een fijn gevoel. Dat is het zusje van